Heb jij ook wel eens last van lastige gasten? Mensen die het bloed onder je nagels vandaan halen? In deze vlog leer je hoe je er gastvrij mee om kan gaan. Hoewel de meeste van je gasten natuurlijk hartstikke leuke mensen zijn, heb je ook wat mensen waar je niet zo blij van wordt. De twijfelaars, de dominante types, of juist de klagers, maar ook de kijken, kijken, niet kopers. Of nog erger, de kijken en vervolgens online kopers. We kennen ze allemaal, maar hoe kun je daar nou het beste mee omgaan? Eén ding is zeker, als de gast merkt dat je geïrriteerd bent, ben je hem sowieso al kwijt. Dat kan natuurlijk zijn in wat je zegt, maar vooral hoe je het zegt. Dus door te zuchten of te rollen met je ogen, daar bereik je helemaal niets mee. Het is veel leuker om de gast juist voor je te winnen. Dus door onverstoorbaar vriendelijk te zijn, kun je een ander ten positieve beïnvloeden. En dat geeft een kick. Nou, in eerste instantie is het goed om te beseffen dat waar jij je aan irriteert, vooral wat zegt over jou. We zeggen wel, mensen zijn niet lastig, mensen zijn verschillend en dat is best lastig. Want wat voor de een lastig is, is voor de ander helemaal niet zo'n probleem. Het zijn waarschijnlijk de eigenschappen die het tegenovergestelde van jou zijn, wat jou het meest triggert. Dus besef je, het is niet de persoon die lastig is, maar jij ervaart het als lastig. Iedere persoon heeft een handleiding, want wat voor jou gastvrij is, kan voor de ander juist niet gastvrij zijn. Dus behandel de ander zoals de ander behandeld wil worden. Zoek de handleiding en gebruik hem en dan kun je het gedrag wellicht beïnvloeden. Daarnaast maak je iemand alleen nog maar lastiger als jij denkt dat die persoon lastig is. Het is alsof je een etiketje op het hoofd plakt. Lastig. Maar probeer die eens om te draaien en ga eens kijken of je er interessant van kan maken. Want als je iemand interessant vindt, ga je heel anders gedragen en wedden dat die persoon dan minder lastig wordt. Tip nummer 1. Ga niet opvoeden. Als het de ouders al niet gelukt is, wie ben jij om het wel voor elkaar te krijgen? Laat het los en focus op het positieve. Je kan heel veel leren van je collega's, dus bespreek met elkaar. Hoe zou jij met deze gast omgaan? Switch van rol en observeer je collega en wellicht kun je nog heel veel van ze leren. Blijf je gedrag aanpassen tot je de juiste handleiding hebt gevonden. Want hoe leuk is het om die lastige gast om te turnen tot een leuke, vaste gast?